Minister Kenneth Amoxi van Justitie en Politie heeft vandaag de COVID-19-brigade geïnstalleerd. Om de COVID-19-handhaving verder ter hand te nemen, heeft hij ook 10 voertuigen overhandigd aan de COVID-19-brigade. De regering heeft besloten de handhavingsdiensten te bundelen in de COVID-brigade, om zodoende de handhaving te vergroten. Dit instituut bestaat uit COVID-19-clusterteam, de quick response teams, aangevuld met leden uit het korps penitentiaire ambtenaren, de economische controledienst en de militaire politie. Minister Amoxi zegt dat er lang is uitgekeken naar dit moment, omdat eerder de basispolitiezorg zwaar werd belast voor de COVID-19-handhaving. De middelen van de basispolitiezorg hebben we moeten inzetten om de COVID-handhaving te doen. Dit betekent dus een zekere verlichting voor de basispolitiezorg. En we hopen alleen maar dat het natuurlijk beter gaat, dat het vlotter gaat en dat de samenwerking ook vlotter zal verlopen. Deze voertuigen heb ik moeten knokken binnen de Raad van Ministers om dat zover te krijgen. Niet dat mijn collega's de belangrijkheid van de bestrijding, het handhaven van de COVID-regels niet zien, maar u weet eenmaal, de ministers van Financiën zijn niet altijd happig om geld uit te geven. Maar ik geef hem de garantie dat de middelen die hier vandaag worden overhandigd, zullen worden gebruikt voor het doel waarvan ze zijn gegeven. En we kijken natuurlijk uit naar meer. Het hoeven dan geen voertuigen te zijn, maar dat er een beetje vlotheid komt in de middelenvoorzieningen. Omdat we landelijk opereren, de verschillende commissariaten in de districten worden ingezet om de QRT's te hosten. De eerste partij aan voertuigen moet volgens commissaris van politie Henry Seedorf, voorzitter van het COVID-19-coördinatieteam van het Korps Politie Suriname, de mobiliteit van de COVID-brigade verhogen. Hiermee zal de reactiesnelheid en effectiviteit van dit instituut toenemen. Hiermee zal wederom een belangrijke stap gezet zijn in de strijd tegen het COVID-virus. Echter moeten we alert blijven. Willen we voorkomen dat deze vijand terrein wint in ons land. Tot slot doe ik een beroep op de handhavingsdiensten om op een correcte wijze om te gaan met de voertuigen. En wens hen veel succes toe bij de uitoefening van hun werkzaamheden. Met vereende krachten gaan wij voor een veiliger Suriname. Commissaris van Politie Henry Seedorf. De minister roept de totale samenleving op de COVID-19-maatregelen te blijven handhaven en niet te feesten.